Voor 10 is de jonge Brecht de Jager ingevallen. Hij zal uiteindelijk de wedstrijd nog beslissen. De Jager in de box, de Jager met de linker, de Jager 3-2. KV Kortrijk maakt toch nog het verschil en profiteert van die zware extra tijd. Ik zat al halverwege het veld, moet ik zeggen, dus dat is ook nog niet veel gebeurd. Hij verdient het. Dat is echt, hij heeft het nog niet makkelijk gehad dit jaar. Maar oké, laat hem maar rijpen. Op een dag staat hij er en gaat hij er niet meer uit. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.